Alweer zijn in Nijmegen twee auto's in vlammen opgegaan. De auto's stonden geparkeerd aan de Verdistraat in Nijmegen-Oost, op een paar meter afstand van elkaar met een boom ertussen. In de nacht van woensdag op donderdag vatten ze vlam en waren niet meer te redden door de brandweer. De oorzaak is nog niet bekend, maar brandstichting kan niet worden uitgesloten. Drie nachten eerder brandden ook al twee auto's uit, dat was toen in Zwaneveld.